Ja, het is heel ernstig hoor. Ik heb bijvoorbeeld op Noord gezien waar hele straten onder water zijn. Op Vredenburg, Houten, maar bovenal op Leidingen. 7A, 8A, Leiding 16. Het is triest. Het is al dagen dat mensen onder water zijn. Het water trekt niet weg. Het is in de huizen van mensen. Mensen kunnen niets doen. Mensen kunnen geen gebruik maken van sanitaire voorzieningen. Daar waar we mogelijkheid hebben, proberen we te ondersteunen om ootjes te verplaatsen. De eerste is toch kijken we of we ze onder kunnen brengen bij familie. En dat doet NCCR. En het tweede is dat we kijken van hoe we kunnen oplossen. En in sommige gevallen merk ik dat het wel een oplossing brengt. Bijvoorbeeld graafmachines die op Beekhuizen of Wintiwaai waren ingezet, heeft wel gezorgd dat het water is weggetrokken. Ook op Domburg heb ik gemerkt. Dus Leiding heeft de minister van OW georiënteerd. En hij zou dus meer graafmachines zetten, meer materieel inzetten. Ik heb gezien op de Noordpolderdam heeft hij ook machines ingezet. En daar is het water enigszins weggetrokken. Dus ik hoop echt dat we... dit is een heel moeilijke situatie. Een heel vervelende situatie. Alleen, wij doen ons uiterste best om te helpen waar we kunnen helpen en te ondersteunen en het werk te doen wat de overheid zou moeten doen. Dit is echt... overheid moet veel meer gaan investeren in onderhoud en ontwatering de komende tijd. En wat vonden de mensen ervan dat jullie op bezoek kwamen? Ze hebben het gewaardeerd. Het heeft hun problemen niet opgelost. Maar ze hebben het wel gewaardeerd dat we er waren en dat we het hebben kunnen zien. En dat we sympathiseerden met de mensen. Dus dat was in elk geval wat ze ons hebben gezegd.